Dit is Team 1. Oké. Oké, hide, sneak. Waar? Gewoon hier. Sneaken. Achter die paaltjes. Fuck, geen paaltjes. Oké, gewoon zo. Sneaken. En blijf bij elkaar staan. Misschien een domme vraag, maar staat friendly fire aan? Nee, dat is geen domme vraag. Dat is misschien goed dat je dat weet. Jullie zijn elkaar al aan het uitmoorden. Dat is goed. De pussy strategy. Leeft iedereen van het andere team nog? Ja. Die zijn net hetzelfde als ons aan het doen, denk ik. Ik zie iemand met full diamond daar. Maar als die dat echt doet, wordt het einde van de deathmatch echt wel nice. Dan is het gewoon... Ja, inderdaad. Team tegen team. Oké, ik denk dat die gast naar ons gaat komen. Ja, die... Nee. Alsjeblieft niet omkijken. Wij zijn komt maar simpele content... noobs, laat ons leven. die lopen zin. Ons gewoon voorbij. Maar hoe komen die allemaal aan timing? Niet te veel bewegen, dan valt dat op. Niet te veel bewegen. Uh-oh. Oh, nee! Oh, weglopen! Run! Oké, oh. Weg. Loot. Hier. Nee. Volg de man met de 400. Oh, ze lopen achter ons. Ik heb een diamond sword opgepakt, maar ik ben dood. Uh-oh. Ik ben dood. Nee, ik ben niet dood. Ik ben wel dood. Nee, niet dood. Ik ben nog niet dood, maar wel zo goed als. Zit er iemand achter, maar ik kan iemand even kijken. Ja. Wacht, ik ga deze guy gewoon slaan voor de... Nee, laat maar. Spijt van, sorry. Oh, er zaten golden apples in die loot. Oh. I'm dead. Shit. Ik ben dood. Jaren, het was tof u gekend hebben. Oké, hier verstoppen. Nee, ik heb gapples niet opgepakt. Oké. Okay. Ik moet terug voor die gapples, ik moet niet. Nee, blijf hier. Oh, ander leven allemaal nog, fucking hell. Aan het andere team. Alhoewel, ze zijn een held verloren. Jaren, het was tof om samen met dit te strijden. Ik heb echt niets gedaan, daar. Als die border nu op onze muil komt. Oké. Wacht, dit is misschien zelfs een beetje. Atlantia eigenlijk. Games is dood. Ah, nu staat. Oh. Doei, Sander. Ik zie Simon daar lopen. Simon! Hallo! Kom hier, bitch! Oh, de ape is fine. Ja! Simon! Perfect! Pak Simon! Pak hem. Als wij hun vermoorden, is dat ook gewoon al een win voor ons. En volgens mij zijn ze echt al 13 diamonds van toe. Jullie moeten alleen Simon nog vermoorden. Ja, dan winnen we deze. Dan winnen we fucking... Nee! Oh, fuck! Ik zit onder de helft. Uh-oh. We worden neergesloten. Simon is van mij. Ah, fuck! Nee! Wat doe ik? Niet slim. Oh, tegering. Yoda is ook dood. Oh, dat is dood. Ik kom u helpen, Wouter. Ah, oh, maar wij zijn al gewonnen, fucking hell. Nee. Allee, ga van zijn lijf. Nee. We blijven nu spectaten. Ja, ik ben nu alleen wel kwijt, dus ik... Fuck, ik heb niks van die goede loot opgepakt. Van Lucas zijn dood. Maar hoe kwam die... Oeh, daar. Ja, ik ben dood, jongens. Doei. Ja, hij is dood. Ah. Oké, dat was het dan. Naar de dead lobby. Maar wij hebben wel gewonnen, denk ik. Dat is wel fijn. Ja. Dag jongens, GG. Ja. GG. Hey, maar, Jan, je moest toch naar de dead lobby komen? Naar hier komen, hè. Dat was de bedoeling, hè. We werden vanaf het begin, ja, voordat jullie... We zagen jullie passeren. En toen... Jullie werden achter. Moest hij gewoon killen. Dus wij gingen ook achter jullie. En opeens zijn de people's hun om, killen ons en dan... Ja, dat was het doel. Dat is echt wel een dikke karma eigenlijk. Ja. Maar ik had glitchen eigenlijk voor even nog wel goed en toen kwam Belder. Ja, inderdaad. Het werd even heet. Maar hoeveel diamonds hadden jullie zelfs? We hadden echt keiveel gewonnen. We hebben al 31 diamonds. Wacht, kom allemaal even terug naar de lobby. Bij de lobby bedoelde eigenlijk de lobby op Hypixel, maar fair enough. Wauw. Wacht, kom even allemaal naar lobby 1. Ja, de match is super stom geëindigd.
die ene dude met zijn boog, die was aan het droppen en hij werd dan in zijn rug genakt. En En dat is wel. Maar ik was op een moment ook stil aan het oppakken. Nee, en hij werd ook gereept in mijn rug. Ja, het... maar die kerel, die, er was wel één kerel en die boog deed like fucking 6 damage of zo. Ja, oké, kom, we gaan even allemaal hier terug staan. Eerste, ik heb dingen gekild. Ik heb Lucas gekild. Ja, nee, dus. België heeft hem gekild. België had mij gekild. Eén van ons twee heeft hem gekild, oké? Okay? Fair enough. Ik denk dat het fair is als we zeggen dat team 1 heeft gewonnen. Maar wie is team 1 nu? Ja, ja, fair. Team 1? Ja, jullie zijn team 1. Is Jaren? Ik? Ja. En Belgische Ranger. Dus sorry, die zijn de losers. Volgende keer, Lucas was eerlijk gekild. Hij is gewoon gekild. Hij is gewoon gekild er rond. Maar... ja, dat is het andere is gewoon spijtig. 2 bij 1, hè. Dus, het andere is spijtig, ja. Dat dan moet je maar beter communiceren met je teammates, jongen. Ja. Als gewoon een 3v3 was gemaakt, hè, waren jullie dood. Maar ik denk dat we hier wel het eerste seizoen gaan afsluiten, boys. Ja. Maar weet je wat, trouwens, ik was weggevlucht van iemand met... Hopelijk, als de video's online staan, is er hopelijk redelijk veel support. Kan er hopelijk een tweede seizoen gemaakt worden met meer mensen. Zou leuk zijn. Maar we kunnen dat ook wel op een private server doen. Hè. Dat kunnen we doen, maar dat zullen we allemaal wel zien. Ja. Maar ik ga de video, het seizoen, helemaal afsluiten. Op de enige letje manier. Kom, Simon, what the fuck zei je? Kom hier staan. Okay. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. Kijk ook zeker op de andere kanalen. Waarschijnlijk kun je alleen maar kijken op mijn kanaal. Maakt niet uit. Ik ga deze video afsluiten. En ik zeg...